Ik ben hier met Hanne, een trouwe lezeres van het De Leijze magazine. En we bevinden ons op een van de mooiste plekjes in Mechelen, het Begijnhof. En achter ons bevindt zich het anker waar de heerlijke Gouden Carolus gebrouwen wordt. Charles Leclerc, reeds de vijfde generatie, staat hier samen met zijn zoon William achter het roer. Wij zijn vandaag vooral geïnteresseerd in de geheimen van de Gouden Carolus Triple. Gelukkig willen Charles en William een tipje van de sluier oplichten. Een van de kruiden die de Gouden Carolus Triple die verfijnde smaak geeft, is kamille. En wat de brouwerij Het Anker zelf uniek maakt, is dat de brouwketels ook binnenin nog steeds van koper zijn. In het hart van de brouwerij worden er op nauwkeurig vastgestelde tijden hop- en kruidenmengsels toegevoegd. Uiteraard neemt men geregeld stalen om te controleren of de Gouden Carolus bieren steeds weer dezelfde kwaliteit hebben. Last but not least laten ze het bier nog wat nagisten op fles en na een drietal weken is het bier klaar om van te genieten. Hannen heeft amandelen gegrild, door de chocolade gehaald en afgewerkt met grof zeezout. De ideale combinatie met een Gouden Carolus Triple. Vind mijn recept terug op deleijze.be. School.